Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hopmans Classic Cars. Om de twee jaar organiseert de Stichting Straat samen met het Stadsmuseum Tilburg een manifestatie waarbij een straat centraal komt te staan. Dat is al geweest de Sint-Jozefstraat, de Korversweg en de Gorkestraat. En nu is de ringbaan aan de beurt. De ringbaan, de langste straat van Tilburg. De ringbaan is 13 kilometer lang. En hij is ontworpen door ingenieur Rukert. Die werd in 1913 werd hij directeur publieke werken in Tilburg. En toen had hij eigenlijk de opdracht om de bevolkingstoename en wat daarmee te maken had te onderzoeken. Toen had hij al in de gaten dat de straatjes in Tilburg ergens een wirwar van, ja, van wegen net was. Daar had hij een idee op. Hij zegt, ja, als straks het verkeer gaat groeien, dat was toen natuurlijk nog niet zover, maar dan wordt het toch bijzonder moeilijk om uit Tilburg te komen. En hij wilde toch goede verbindingen hebben met Eindhoven, met Breda en met 's-Hertogenbosch. Hij ontwierp de ringbaan. Hij kreeg wat tegenstand van het toenmalige conservatieve stadsbestuur, maar zijn plannen bleven bewaard en zijn tot uitvoer gekomen. En nu is hier in de oude fabriek van Dreuge, George Dreuge, in de Gorkestraat, een tentoonstelling over die ringbaan. Daar gaan we eens graag naar kijken. We moeten wel door het Audax Textielmuseum en we nemen u bijzonder graag mee naar deze tentoonstelling. We staan hier in de tentoonstellingsruimte over de Ringbaan West. De Ringbaan West, daar is erg veel over te vertellen. Er staat nog veel, maar er is ook veel gebouwd, veel nieuw gebouwd aan de Ringbaan West. Denk maar eens als u van de Hasseltrotonde afkomt, dan is meteen al de nieuwbouw van de Roypannen zichtbaar. Aan de overkant staan nog de eerste flats van Tilburg aan de Nassaustraat. Dan komt u een kerk tegen, de Vredeskerk. Hij staat er nog tussen hoogbouw ingepropt eigenlijk. En aan de overkant de vroegere Paulus HBS en nu het Two College. De Paulus HBS, veel leerlingen getrokken. Dan gaan we over het viaduct en dan kijken we eventjes naar links en dan denken we nog terug aan vroeger, aan het Noah-terrein wat daar aangelegen heeft. Veel kinderen hebben op dat viaduct gestaan om naar het voetbal te gaan kijken van Noah. Dan hoefden ze niet te betalen, konden ze over die grote populieren heen kijken die daar toen stonden. West Point is gebouwd, het CZ-gebouw is gebouwd daar. En dan steken we de Bredaarseweg over. Bij de Bredaarseweg, helemaal in de verte nog een prachtige watertoren. Die staat niet echt aan de ringbaan, maar is toch wel een mooi monument. Dan komen we bij ook iets wat er niet meer is, althans niet in zijn totaliteit. De Kromhoutkazerne. Wat er nog van over is, is het wachtershuisje en de toren die daar staan. U vindt ook nog de GGD in 1968 daar naartoe gegaan. En misschien hebt u ook mijn leeftijd en bent u als kind daar nog geweest in de Schoolstraat. Ingeënt tegen de pokken en de polio werden we daar. We moesten daar naar de schooltandarts. Heel veel jankende kinderen daar. En dan hebben we daar weer een kerk, de Margaretha Maria Kerk, waar af en toe wat over te doen is, omdat hij eens geluid maakt uit zijn klokkentoren. Het zwembad aan de Ringbaan West, dat is ook weg. Dat is nu een braakliggend terrein. Wat zal het daar worden? We gaan eens kijken naar die Kromhoutkazerne, wat daar nog van over is. De Paulus HBS, dat is ook wel een aardig gebouw. En u,
U gaat toch zeker weer mee?